Ja, niet zoals gepland. Ik denk dat we 2-1 al met rust spelen. We eigenlijk een heel goede wedstrijd, vind ik, de eerste helft. Dan gaan we alleen naar de keeper. Kan 3-1 worden, die kans missen we. En dan zie je dat zij kwaliteiten hebben. Hè. Dan is het 2-2. En dan komt twee keer Alatay bij zijn klas nog eens boven en dan werd het 4-2 en is de match gedaan. Ja, zeker. De eerste helft was het wel een beetje stroefjes. De zaal geleed ook niet normaal. Normaal gezien die geleed wel, maar vandaag was hem echt extreem. Dus was het ook moeilijk voor ons spelers voor te voetballen. Maar de tweede helft hebben wij gereageerd als team en hebben wij echt zaalvoetbal gespeeld hoe dat moet.